Goedemiddag iedereen en welkom terug op mijn kanaal. Blij jullie terug te zien. Is het de eerste keer? Ik ben Alain, amateur fotograaf en neem jullie al te graag mee op mijn creatieve reis in fotografie met vlogs en tutorials. En wens je te abonneren? Vergeet dan zeker niet hier rechts onderaan op die abonneerknop te drukken, als ook op dat notificatiebelletje, dan weet je wanneer ik een nieuwe vlog heb gepost. En wil je na deze vlog uiteraard nog andere ideeën opdoen, klik dan zeker op de playlist Start hier en dan heb je al een eerste indruk van al mijn vlogs dat ik de afgelopen periode heb gefilmd. Maar nu terug naar het onderwerp van vandaag. Vandaag wil ik het namelijk hebben met jullie over herfst macrofotografie. Jullie zien het misschien, ik heb niks van fotomateriaal bij. Ik ben wel in het Parkbos van Gent, maar ik ben eerder op zoek naar herfstmateriaal om straks macro shots te gaan trekken in de studio thuis. Waarom dat ik dat doe en waarom ik hier geen macro shots neem in het Parkbos, dat vertel ik jullie straks in de studio. Maar laten we eerst wat materiaal zoeken om macro shots te gaan trekken. Ik zie jullie graag terug in de studio. En we zijn terug in de studio. Maar waarom eigenlijk in de studio? Wel nu, we zitten met de semi-lockdown en momenteel lopen de bossen en parken vol en is het wat moeilijk om anderhalve meter te respecteren als je daar midden in de weg of op de grond zou liggen fotograferen. En een tweede reden is ook dat er heel veel wind is buiten en voor macrofotografie maakt dat natuurlijk extra moeilijk. En ook omdat ik een goedkope macrofotografie ga doen met wat we noemen extension tubes of tussenringen. Maar meer hierover straks. Vandaag gaan we het dus hebben over goedkope macrofotografie. Jawel, want jullie hebben het misschien gezien in de vlog What's in my bag? Wat zit er allemaal in mijn fototas? Ik zet hier rechtsbovenaan een linkje naar deze vlog. Maar dan zien jullie dat ik niet een macrolens heb. Een specifieke macrolens waarbij je zowel ver als macro shots kan nemen. Zoals de gekende hele goede lens, de Canon 100 mm. Misschien kijkt mijn echtgenote nu mee en kan ze inspiratie opdoen om een kerstcadeau te kopen. Dat zou natuurlijk leuk zijn. Maar vandaag houden we het goedkoop dat jullie thuis ook kunnen doen om macrofotografie te doen. Zeker als je nog niet zeker bent of dat macrofotografie je ding is. En dat is via deze extension tubes of verlengstukken of tussenringen. Je ziet dat is zonder glas en bestaat uit drie verschillende ringen. Nu, wat zijn deze extension tubes of tussenringen? Zoals het woord het zegt, het verlengt een afstand van je objectief ten opzichte van je sensor in de camera en je plaatst deze ringen dus eenvoudig tussen je objectief. Je draait die eraf. Je kan ze individueel gebruiken of alle drie monteren. Je draait deze erop en je hebt de afstand tussen sensor en je eigenlijke objectief verlengd. Maar waarom doe je dat nu juist? Deze 50 mm prime lens wordt vaak gebruikt met extension tubes. Heeft een minimale scherpstelafstand van 35 cm. Dit betekent, in normale toestand kan ik pas een objectief of een object heel scherp krijgen als hij 35 cm of meer van de sensor bedraagt. Maar door nu die tussenringen ertussen te zetten, kan die afstand heel danig verkort worden en wordt dus je beeld uitvergroot. Een macro shot. Ik bespaar jullie de wiskundige formules en dergelijke meer. Je kan het gewoon proefondervindelijk zien hoe groot dat je je lenzen of je tussenringen een effect hebben. Ik zet voor de mensen die graag over technische stuff lezen hier onderaan een link naar een website die het allemaal fijntjes uitlegt. Maar in ieder geval kan je dus de combinaties doen van deze tussenringen, de 13, de 21 of de 31 mm. Ik heb ze er nu helemaal opgezet op de tussenring. En daarmee ga je
eigenlijk macrofotografie doen. Belangrijk om weten nog, dit is, vervangt de macrolens niet. Een macrolens, zoals gezegd, kan je heel ver schieten, foto's trekken en scherpstellen. Met deze tussenringen ga je dus heel dicht je object moeten krijgen. En that's it. Enkel en alleen voor macrofotografie. Nu, vooraleer mijn objecten te tonen en te gaan fotograferen, wil ik jullie nog uitleggen hoe we deze gaan gebruiken. Zoals gezegd, je kan ze dus combineren. Je kan ze tussen je body en je objectief plaatsen. Ik heb hier nu de PrimeLens 50 mm, zoals gezegd het meest gebruikte lens. Een 50 of 85 mm wordt vaak gebruikt. Maar je kan er ook je gewone kitlens, zoomlens op steken. Zonder al te veel technisch in detail gaan. Wat is natuurlijk en waar moet je rekening houden bij het trekken van de foto's? Je ziet al, door de afstand te vergroten tussen eigenlijk je objectief en je sensor, dat er minder licht naar binnen kan. Met andere woorden, je hebt dus extra licht nodig. Het liefst bij zonnig weer gaan fotograferen buiten of extra verlichting, een flitser of, zoals ik ga doen, een extra lampje gaan gebruiken om je object te gaan beschijnen. Een andere zaak waar je rekening moet mee houden is dat de depth of field, de scherpte, diepte, wel heel beperkt wordt bij macrofotografie en bij het gebruik van deze tussenringen. Je zal een scherpte diepte krijgen van misschien 1-2 mm afhankelijk van het diafragma van je objectief tot maximum een 10 mm. Dus daar moet je zeker in rekening mee houden en is natuurlijk afhankelijk wat je creatief beoogt met je macrofoto's. Ik zelf ga de aperture wide open zetten, dus de diafragma wijd open, dus een klein f-getal, zodanig dat er meer licht naar normaal licht naar binnen kan komen. Maar dat betekent dat ik een heel klein scherpte diepte ga hebben. Maar dat wil ik nu juist omdat ik niet de indruk wil geven van wat het juiste object is, maar dus heel klein detailistisch scherpstellen en dus een wazige, een bouquet gaan creëren. Rondom dat scherpe punt. Wil je dan niet, dan is er maar één manier om de lenzen te gebruiken. Dat is natuurlijk aan focus stacking doen. Met andere woorden, verschillende foto's op verschillende afstanden trekken. Maar dat toon ik jullie straks hoe je dat bereikt. Maar dat is natuurlijk een andere manier om een veel bredere scherpte diepte te creëren met tussenrimmen. Maar je gaat er meer werk aan hebben. En dat wil ik vandaag niet doen. Voilà, dit is dus mijn opstelling. Ik heb de camera op het statief geplaatst. En ik heb, lach mij niet uit, ik heb een klein varentje gevonden in het parkbos. Ik had niets groots nodig, want we doen aan macrofotografie. En ik vond dat toch heel leuk, klein en fijn. En misschien kan ik mooie macroshots wel maken zonder dat je echt ziet dat het een varentje is. Ik heb ook nog wat verdorde blaadjes mee om eventueel in de achtergrond te houden om een herfstkleur te creëren. Maar dat zien we wel of dat we dat gebruiken. Dus ik heb de camera op het statief geplaatst. En ik zal eigenlijk de camera niet meer bewegen, want zoals jullie zien heb ik hier gewoon een moesje gebruikt om het varentje in vast te steken. En eigenlijk is het de bedoeling, door het voorwerp in feite voor de lens te brengen, scherp te stellen en het voorwerp zo te gaan schuiven, heel gevoelig, om het juiste scherpstelpunt te gaan krijgen. Waar ik op wil scherpstellen en terug met die heel beperkte scherpte diepte te gaan spelen. Zou ik focus stacking doen, met andere woorden meerdere lagen gaan trekken die scherp zijn, dat betekent dat ik het voorwerp of de camera zou moeten verschuiven. Dat ga ik vandaag niet doen. Dat is ook een heel gedoe. Je hebt daar speciale rails voor die je millimeter per millimeter kan verdraaien, dat je camera om
naar voor of naar achter kan schuiven of van links naar rechts om juiste scherpstelpunten te bekomen en om die te gaan combineren in één grote foto. Vandaag ga ik dat niet doen. Zoals gezegd, mijn bedoeling, creatieve bedoeling, is toch wat een wazige omgeving te creëren en dus eigenlijk een bepaald deel van het varentje in focus te gaan nemen. Ook qua achtergrond, je ziet, ik heb niks, ik heb eigenlijk een rode muur, zelfs mijn bureaustoel staat daar nog, maar eigenlijk door de depth of field zo beperkt is, gaat zelfs niemand zien dat dit een stoel is. En zal men gewoon vlakken kleurschakeringen krijgen. Dus op vandaag krijg ik al de rode kleur terug in de achtergrond en kan ook al wat meer een herfstsfeer krijgen. Een andere nieuwigheid of een opstelling die ik gedaan heb, jullie zien het, ik heb de camera verbonden met mijn MacBook hier, zodanig dat ik met de EOS Utilities, maar je kan dat even goed in Lightroom, als die tenminste je camera herkent, kan je dus eigenlijk volledige controle krijgen over je camera. Ik moet de camera niet meer bedienen, zelfs voor het scherpstellen of voor af te drukken. Ik kan dat allemaal hier op de PC doen, dat heeft ook zijn voordeel. Maar anderzijds, en voor mij het grootste voordeel, in plaats van op het kleine live view schermpje te kijken, zie ik dit nu heel groot op het scherm. Ik weet niet of dat het voor jullie zichtbaar is, maar zo kan ik echt heel goed zien wat het verschil is. Dus jullie zien het, door slechts 1 millimetertje nauwelijks te verschuiven naar voor of naar achter, dat dus de blaadjes anders worden scherp gesteld. Zoals jullie kunnen zien, het is nu zoeken naar wat een compositie, een mooie compositie om een tryshot te maken. Ik zie wat ik scherp heb. Het is zeer klein, een kleine scherpte diepte. 2 seconden sluit timer. En de foto is getrokken zonder aan de camera te komen. En zo ga ik gewoon verder spelen. En zo zien jullie maar hoe dat je met zo'n belachelijk klein dingetje mooie foto's toch kan trekken. Ik ben best tevreden op een goedkope manier met tussenringen. Laat het weten in het commentaarveld wat jullie van de foto's vonden. Jullie vinden ze ook op Instagram, dat weten jullie. Laat in het commentaarveld vinden van wat jullie van macrofotografie vinden. Hebben jullie het al toegepast? Hebben jullie ook de tussenringen al gebruikt of niet? Laat het weten. En ben je nieuw? Ik ga niet een tweede keer reclame maken, maar jullie weten het. Volg mij door op de abonneerknop te drukken hier rechts onderaan. En vergeet zeker dat belletje niet in te drukken. Dan weet je wanneer ik een nieuwe vlog heb gepost. Maar zoals altijd, ik zou zeggen, ik laat het hierbij. En ik zie jullie graag terug op een volgende vlog of tutorial. En zeg voor nu, bye for now.